Openbare scholen in New York waren het afgelopen jaar veiliger dan ooit. Sinds 1998 verzamelt de politie data over de 1800 openbare scholen en de misdaad die er plaatsvindt. Het afgelopen jaar daalde het aantal arrestaties met 8% en het aantal dagvaardingen met 11%. Ook waren er minder zware misdaden, zoals berovingen en mishandelingen, dan in het jaar ervoor. De openbare scholen leggen tegenwoordig minder straffen op. In plaats daarvan wordt ingezet op gesprekken met de betrokken leerlingen.